Nadat Linda het vorige week van mij overnam toen ik met mijn reet in Creta zat, is dit weer een nieuwe YouTube nieuws. Het is vandaag maandag 21 juli. We gaan het hebben over Dit is Mooie Man, Teske, Filmfabriek en Simon. Blijf kijken. Er zijn de laatste tijd een heleboel mensen weer gaan vloggen. Het is weer helemaal hot en Yuri van Dat is Mooie Man is gaan vloggen in Berlijn met zijn vriendin. Vandaag ga ik naar Berlijn toe met mijn vriendin om de Wereldcup terug te veroveren. Dat was de grootste diefstal ooit. Nee, grapje. We gaan gewoon eventjes op vakantie. Can you feel it? Can you feel it? We're lost in it, but we know our way. We're not open. En wie ook meedoet aan deze trend, het vloggen, is onze Teske. Zij uploadt nu ook dagelijks vlogs op haar kanaal. En daar gaan we nu eventjes een stukje van laten zien. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb helemaal niet gisteren verteld wat ik had gedaan met mijn haar. Ik had het in één tint lichter geverfd dan hoe ik het de vorige keer had geverfd. Nou, ik ben op kantoor en ik heb weer een heleboel pakketjes. Ik ga ze niet allemaal stuk voor stuk op camera uitpakken, maar dit is het. En dan zal ik straks laten zien wat er allemaal in zat. Oké, dus... Ik heb het mezelf ook al gedaan. De wasknijper challenge was behoorlijk pijnlijk. Maar Filmfabriek heeft samen met Marije Zuurveld hem ook een keer gedaan. En dat ging er best wel hysterisch aan toe. Laten we even kijken. Ik heb hier een schaaltje met allerlei wasknijpers. En ik heb hier ook een vragenlijstje. En hier is vraag nummer 1. The Impossible is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Waarom niet? Nou, dat gaat Noah hoor. Oh, het is weer ook. Auw. We moeten wel blijven zitten. Het is vakantietijd, dus een heleboel mensen zijn lekker aan het kamperen, gaan lekker op vakantie. En onze Simon de Wit, die heeft het in zijn nieuwe video over de struggles van kamperen. Wat er eigenlijk allemaal zo vervelend is aan kamperen. En daar gaan we even naar kijken. Omdat ik volgende week ga kamperen, dacht ik, weet je wat, ik ga een video maken over kamperen. Omdat ik al sinds ik jong ben met mijn ouders op vakantie ga, kun je wel stellen dat ik een kampeerexpert ben. Zij altijd in de caravan en mijn broertje en ik in de tent. Op een matje. Lekker. Over vloggen gesproken, het is de laatste tijd dus weer helemaal in. Het is weer helemaal terug van weg geweest. Het is een hele tijd is het een soort van verdwenen van YouTube. Mensen vonden het niet meer leuk om naar te kijken. Maar wat vind jij nou eigenlijk? Vind jij het vloggen van tegenwoordig, vind je dat leuk? Net zoals Enzo Knol en nu Teske weer. En dat is mooi om allemaal gaan vloggen. Wat vind jij er eigenlijk van? Laat het hier beneden weten in de reacties. Heb jij het YouTube nieuws van afgelopen maandag nog niet gezien met Linda? Klik eventjes daar. En heb jij de zaterdagshow nog niet gezien? Klik even eronder. Vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal om elke maandag dus op de hoogte te blijven van het YouTube nieuws. En vergeet ook niet even een dikke duim omhoog te geven. En ook dus eventjes aan mij te vertellen wat je van het vloggen vindt. Tot maandag.